Ja, ik ga vandaag iets spannends doen. Ik ben best heel benieuwd. Ik heb er heel lang over getwijfeld. Ik is naar de kapper geweest. Liefje, 20 is jouw haar. Life couldn't be any better. Yeah. Showtime! Let's go! Hi guys, good morning en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag donderdag en het is verlengd weekend in België. Maar ik sta in de winkel van Etam in Knokke-Heist, want ze doen hier eigenlijk een event in de winkel hier met onder andere Lilay, die is er ook bij en nog andere heel leuke dingen om te ontdekken. En ik moet jullie iets vertellen. Ik had het al in mijn vorige vlog verteld, denk ik. Maar ik heb dus een collectie met Etam. En Weekend Dance. Het is dus volledig in het thema van Weekend Dance van dit jaar. En ik ben er echt heel erg trots op dat ik hier in de winkel mag staan. En deze beelden zijn dus ook overal in België in alle winkels. En deze collectie ook. En ik vind de collectie echt heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd of er kijkers van mijn vlogs gaan komen. Ik heb al een paar meisjes gezien, dus ik vind het echt super lief dat jullie komen helemaal naar hier om de collectie te zien en een leuke tijd te hebben. Dus dat apprecieer ik keihard. Thanks for that. Oké, ik ga jullie even een paar items tonen die daar nu in de winkel van Etam beschikbaar zijn. Onder andere het badpak die ik aan had bij de shoot. Warmere kimono aangetrokken, omdat ik dus een witte blazer aan had, maar het was wel wat koud. Het begint ook wat af te koelen. Dus dit heb ik nu aan. En ik heb dus even een kimono aangedaan van Etam. En hij zit echt zo comfy. Het is echt te zacht en kei lekker warm. En dan heb ik ook een top aan van Etam. Dus die ziet er zo uit. En het handige is dus, en het leuke is, dat het een soort van BH is in de top. Dus echt, de boob zit er ook echt fantastisch in. En je kunt hier ook het bandje eigenlijk afhalen. Waardoor dat je eigenlijk een bandeautop hebt gewoon. Wat dat ook echt super leuk is voor in de zomer. Dus ik heb dit aan. We hebben nog een anderhalf uur te gaan. Dus ik sta hier nog anderhalf uur en ik vind het echt super leuk. Echt waar. Ook heel erg leuk om jullie allemaal te ontmoeten. Hallo! Ja, het is gewoon heel erg leuk. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Dus best speciaal ook wel. Maar echt wel heel fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Dus dankjewel daarvoor. Het is natuurlijk nog niet gedaan. Dus ik hoop dat er nog heel veel mensen langskomen. Maar we hebben alleszins echt al heel veel bezoek gehad. Dus dat is heel erg leuk. Good morning. We zijn vandaag vrijdag en ik ben aan het wandelen, want ik ga zo meteen even snel ontbijten met Vic. En nadien moet ik naar de studio voor opnames vandaag. En ik heb er heel veel zin in. Dus morgen is het eindelijk weekend voor mij. Dan gaan we naar de zee morgenochtend. Dus ik kijk er echt naar uit en het is prachtig weer. Ik heb nu eigenlijk een heel chille outfit aan. Zoals jullie kunnen zien heb ik slippers aan. Omdat ik straks een andere look nog moet aandoen. Dus vandaar dat ik nu even niet mijn juiste kleren heb aangetrokken. Maar ziezo, ik ben er net. We gaan ontbijten in Hotel Pilar. Die hebben een keileuk terras in de zon. Dus let's go! Vic is naar de kapper geweest. Liefje, wat is jouw haar? Het is niet speciaal even. Zo kort? Ja, dat is de bedoeling. Hè. Dus moet niet naar de kapper gaan. Voor mijn haar te laten worden, ga dan niet naar de kapper. Allee, meen je het? Allee. Extensions steekt wel natuurlijk, maar dat is niks. Oké, ik wil die granola, please. Dit is hier wel het beste terras in mijn leven. Maar is wel lekker. Ja, ik mag eigenlijk nu niet te veel filmen, hè? Ja. Oké.
Okay, ik ben net make-up ready en dit is de outfit dat ik aan heb getrokken. Ik heb eigenlijk gewoon een effe blazer aan van de Zara, dus heel erg chill. En dan gaan we nu beginnen met te filmen. We hebben er echt heel veel zin in en het is heel spannend. Jullie zullen het binnenkort ook wel zien. Ik kan er nu nog niet zoveel over vertellen, maar ja, spannend. Oké, guys. We zijn ondertussen op restaurant met mijn vriendinnetje Julie. Ja, ik denk dat niemand Julie ooit heeft gezien in mijn vlogs, maar dit is dus Julie. Heel goede vriendin van mij en we hebben eindelijk een data gevonden om samen te gaan eten. Dus, het is nu 7:30. Ik kom net terug uit opnames, dus het was een zware dag. Maar we zitten dus te eten nu in Cobra, dat is een nieuw restaurant in Antwerpen. En het is echt heel gezellig en super tof, dus ik ga jullie tonen hoe dat het eruit ziet en laten zien wat we gaan eten. Ik denk, jullie hebben nog niet besteld, hè? Nee. Oh, oké. We hebben nog niet besteld, dus we gaan niet even zien wat we gaan eten. En dus ja, ik heb heel veel honger, echt waar. Deze bar is zo cool trouwens. Dat wil ik echt doen. Super vet. Ja. Guys, we zijn vandaag toegekomen aan de zee en wij gaan zo meteen even naar het strand. En ja, wij weten eigenlijk nog niet wat we gaan doen straks voor te eten, maar we gaan zo meteen naar het strand, want het is echt heel mooi weer. En ik wou jullie even tonen wat ik aan heb. Ik heb trouwens een heel grave, heel coole, ik ben er zelf echt verliefd op, Fendi Baguette handtas gevonden in Holland, dus bij een vintage winkel. En hij is echt super cool. Hij is volledig in wol, in het beige. Ik ga hem even tonen. Ik heb hem echt voor een heel goede prijs gekocht. Ik was lang op zoek naar zo'n model en ja, ik heb uiteindelijk wel echt een heel leuke gevonden. Dus ik toon hem nu aan jullie. Ik heb een broek van de Zara aan. Echt heel erg leuk. Die lag hier aan zee in mijn kast en ik heb die eigenlijk nog nooit aangehad, omdat die dus echt niet paste voor mij. Maar ik ben wel wat afgevallen en nu ga ik dus wel in die jeans. En ik vind het model echt heel mooi, ook met hakken trouwens. Heel cool. Ik heb nieuwe schoentjes. Dat zijn loafers. Die zijn van Moro B trouwens. En die zien er zo uit. Lopen echt super fijn. En ja, ik vind die gewoon keicool. Jeans is echt in. Dan heb ik dus deze nieuwe Beauty May. Hij is echt zo mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ik vind het natuurlijk ook wel echt een tas voor in de winter en de zomer. Ja, het gaat echt bij superveel. Dus deze is van Fendi Vintage. Dan heb ik een topje aan, een paars van de Zara. En dan heb ik een hemd aan van de Attico. Het is een geel hemd. Ik ging normaal eigenlijk gewoon dit hemd aan doen met die top. Maar het is echt wel een beetje aan het waaien buiten. Dus ik wil echt geen kou hebben straks op strand. En daarover heb ik dus een groene gilet aan van Bernadette. Dus echt heel mooie kleur. Ze hebben die ook in verschillende kleuren. Die is van mijn mama trouwens. Die heb ik er ook gevonden ergens in de kast. En mijn zonnebril is van Anine Beam. Dat is van dit merk. Dus dit is de outfit. En ja, ik vind hem best leuk. Ik heb een beetje dingen bijeengesprokkeld uit de kast hier. En ziezo, we got it. Dus het is zo'n beetje ja, 90's look of zo. Met die broek en dan die slippers. Maar oké, wij gaan dus zo meteen naar het strand om iets lekkers te drinken. Dus, let's go! Een nieuwe carrière, hè? Een nieuwe carrière voor Arne. Let's go! De ster van de vlog. Een stilte show, hè? Met ook Nicolas Frijn, als er iemand is dat zich kandidaat wilt stellen om ja, vriendin te worden van Nicolas. Alle tegelijk. Wie wordt de man van Ferrein? Wie wordt de man van Ferrein? Topprogramma, hè? Misschien moeten we dat wel eens switchen. Ja. Dat zou echt een bom zijn. Okay, we zijn ondertussen terug thuis en Vic is de barman. Wat ga je maken? Een vodka cola zero. Klein drankje, hè? Klein aperitiefje. Een aperitiefje met een beetje vodka. We hebben pizza's besteld. We zijn dus uiteindelijk naar het strand naar huis gekomen en we hebben pizza's besteld met een gezellig
Goed, hè? Ja, ik ben aan het vloggen. Oh, zo gezellig. Oh, dat is sterk. Zo'n lekkere pizza. Als je personal coaching nodig hebt, is bij deze guy. Altijd welkom. De pizza, en dan is, hebben heel, we, de pizza is heel lekker. Dan hebben we Nicola. Als je een garage nodig hebt. Ja, oh ja. Het is heel lekkere pizza. En hebben we Hanna, de advocaat. Hanna, met al die strafrechtelijke dossiers. Hey guys, good morning. We zijn vandaag vrijdag en ja, ik ga vandaag iets spannends doen. Ik ben best heel benieuwd. Ik heb er heel lang over getwijfeld, maar ik ga dus een lip blush laten doen. En ik ben hier eigenlijk net bij die vrouw toegekomen. Wat houdt een lip blush eigenlijk in? Dat is dat je je lip eigenlijk meer vorm gaat geven. Aangezien dat ik mijn lippen heel vaak line met een potlood, dacht ik van ja, misschien is het wel makkelijker om dat eigenlijk semi-permanent te laten zetten. Dus dat is eigenlijk geen permanente make-up, maar semi-permanent. En ik ken ook vriendinnen dat al hebben laten doen en dat is echt super mooi gedaan en naturel. Dus ik ga eigenlijk voor een heel licht kleurtje. Ik wil echt niet fel gaan. Ik moet straks naar een evenement trouwens, ook zeer leuk, van de Kardashians. Dus we gaan straks de eerste aflevering zien van het nieuwe seizoen. Dus ik hoop dat mijn lippen niet te gezwollen of rood gaan staan, want dat kan wel een beetje gezwollen staan. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie ook tonen hoe dat het eruit ziet. En ja, ik kan echt niet wachten. Oh my god. Stel je voor dat het niet mooi gaat zijn, maar ik denk het wel. Die mevrouw dat dat doet is ook zeer goed. Die heeft mij aanbevolen ook via waar ik ooit voor mijn microblading ben gegaan, voor mijn wenkbrauw, wat dat ook super goed was gedaan. Dus ziezo, we gaan er aan beginnen. Let's go. Okay, guys. Ik heb mijn lip blush laten doen. En ik ben er echt heel tevreden mee. Ik moet eerlijk zeggen, dit is nog niet het resultaat, het eindresultaat. Maar zoals jullie kunnen zien, heb ik dus echt wel meer contouring in mijn lip. En I love it. Ik ben echt obsessed dat ik dit gewoon niet eerder heb gedaan. Weet ik niet, maar ja, ik vind het zo goed gelukt. En ik ben echt bij een heel goede mevrouw geweest. Dat ja, gewoon echt heel goed naar de lip heeft gekeken. Ook eerst gekeken naar, okay, welke kleur vind je mooi. Ze hebben dat ook dan toegevoegd op mijn lip. En uiteindelijk gaat dit gewoon iets heel neutraal lichtroos worden. Want ze zei dat ik al van mezelf eigenlijk veel pigment heb in mijn lip. Dus als ik dan roder ging gaan, dan ging dat ook te rood zijn. En ik wil echt wel, als ik zo'n kleurtje wil dragen, wil ik dat wel nog kunnen. En ja, ik vind dat ook niet mooi als je dat doet en je lippen zien gewoon mega rood. Maar het is nog een beetje gezwollen trouwens. Dus mijn lippen staan nu wel wat dikker dan normaal. Maar dat komt dus omdat ze daar echt wel 2 uur op hebben gewerkt. En ja, het deed eigenlijk geen pijn, want ze verdoven de lip. Maar op het einde voelt je het wel een beetje zo prikken, zeg maar. Maar helemaal goed. Binnen een paar dagen trekt dat rood dus meer weg. En dan gaat het eigenlijk heel natuurlijk worden. Ik ben hier eigenlijk net toegekomen op het event. Ik zie gewoon ook net dat die plakkaat tegen de grond ligt. Dus ik ga dat even omhoog terugzetten. Oh my god, dat is zo erg. Check dit. Er stond een affiche, maar het is helemaal gevallen. Ik ga even mijn hakken aandoen trouwens, want het is wel een chic event. En Nora komt trouwens ook zo meteen. Die had mij gestuurd van, gaat jij ook? En dan zei ik ja. Ik ga ook, dus dat is heel tof. Dus zij komt ook zo meteen. Dus ik ga snel mijn hakken aandoen en dan gaan we naar binnen. En ik heb er echt heel veel zin in. Het is met een lunch ook trouwens, dus I'm excited. Zie, oh my god, kijk. Ik heb het even omhoog. Er valt gewoon los op mee. Nu is het in orde, dus dit is hoe dat de flyer eruit ziet, maar hij gaat gewoon weer omvallen, kijk. Het is echt living on the edge, guys. Dankjewel. Oh, thanks. Oké, cheers. Cheers. Oh, ik ging er keihard voor. Cheers. Maar jij bent echt, jij kunt echt part of the Kardashian clan zijn. Zou echt fantastisch kunnen. Plan. Jij ziet er ook heel goed uit. Heb jij je outfit al getoond? Oké, ik ga een outfitcheck doen met Sarah. Sarah, okay. Van waar is uw vestje? Mijn top is van Sarah. Mm-hmm. Wow. Mijn vestje is van Prada. Ja. Mijn broek is van Margiela.
super cool met die scheuren. Mijn hakken zijn van de Attico. Kei-mooi. En mijn bril is van Off-White. Kei-mooi. Oké, ik wil nog een cheers doen, want ik vind deze engel ook leuk. Cheers. Echt een ziek, coole, schattige tafel. Maar dat is mega cool gedaan. I love it. Showtime! We gaan eindelijk kijken. Ben jij een grote fan? Ja, ik ben een super grote fan. Ik kijk ook echt naar elke... Alle seizoenen gekeken. Elke aflevering. En alle scènes van buiten bijna. Meen je dat? Bij... Hello guys, good evening. Ik ben eindelijk terug thuis. En ik heb nog een heel leuke goodie bag ontvangen op het event daarnet. En ik ga even tonen wat erin zat. Want ik had zo op een story gezien dat er toch een paar van jullie benieuwd waren wat erin zat. En het is een hoodie van Skims. Ik heb een maatje M gekozen. Het is zo washed grey precies, maar echt super graaf. En ja, het is heel oversized, maar dat wou ik wel, omdat ik dat altijd gewoon nice vind dat dingen wat oversized zijn. En Skims zijn hier ook wel vrij klein, maar ja, deze trui ziet er echt wel huge uit. Echt mega cool, want ik hou gewoon van Skims. Het is zo'n goed merk. En ja, ik ben er echt wel happy mee. Ik ga hem veel aandoen. Guys, ik ga zo meteen slapen. Het is hier best laat ook. Ik ga wel nog wat werken eigenlijk. Ik heb heel veel mails te doen dat ik vandaag niet heb kunnen doen. Dus dat ga ik nu doen. En morgen heb ik eigenlijk een vrij chille dag. Ik ben best wel blij. Want ja, het is echt heel hectisch nu deze periode. Dus ik ben blij dat het even morgen wat een chillere dag is. Maandag is Pinkstermaandag, maar moet ik ook shooten voor Calcedonia. Aan de zee trouwens. Dus ja, dat is het eigenlijk. En morgenavond ga ik trouwens met mijn papi eten, maar ja, dan neem ik jullie uiteraard ook mee. En voilà, dat zit eigenlijk. Dus ik ga jullie nu laten en ik ga nu slapen. Hi guys, good evening. We zijn vandaag vrijdag en het is eindelijk weekend. Ja, mijn lip blush is nog steeds dus wat aan de rozige kant. En ik moet het eigenlijk goed insmeren met een soort van lippenbalsem. Dus ik voel soms wel zo van die... velletjes, maar dat komt omdat dus het kleur nog lichter wordt en het is een beetje aan het genezen nu. Maar ik ben er echt zo happy mee en echt heel erg tevreden van. Ik ga jullie even mijn outfit tonen. Ik heb echt iets heel cools aan van de Zara trouwens. Ik heb het net besteld, er zijn een hele doos daar nog. Ik had wat spullen besteld omdat wij volgende week zondag naar Frankrijk vertrekken. Maar ik heb nog niet de tijd gehad om alles te passen. Maar ik ga jullie nu even tonen wat ik aan heb en ik vind het echt wel een best een leuke fit. Dus... ik doe het jullie even. Dus ik heb deze short aan van de Zara, zoals ik al zei. Mijn cardigan is ook van de Zara. Ik heb die trouwens ook in een pul. Ik denk dat ik die in mijn vorige vlog heb getoond aan jullie. Dat is dus zonder die knopjes. Maar dit is dus wel chill, omdat je hier ook een t-shirt of zo of ja, een top kunt onderdragen. En ja, ik vind hem echt zeer leuk, ook op een jeans. Deze short is trouwens een S, maar ik heb nu letterlijk de indruk dat die... veel te groot is voor mij, maar ik vond hem zo leuk dat ik hem echt wou houden en aandoen. Dus ik denk dat ik hem wel sowieso wat ga laten innemen. Eigenlijk moet het een beetje zo zijn. Zo is de fit. Dan heb ik loafers aan van Gucci. En die zijn eigenlijk van mijn mama. Ik heb die trouwens zonder dit model op, de bloem. Maar mijn logo is kapot, dus ik moet dat dringend binnen doen bij de winkel. Maar ja, ik heb zeer weinig tijd om nog maar naar Brussel te gaan. En dan heb ik... deze handtas mee van Fendi. Dus dit is de outfit. We gaan nu vertrekken. Ik ga mijn papi ophalen. En dan rijden wij straks naar het restaurant samen. Dus ja, ik heb er echt wel zin in. En het is heel mooi weer. Dus ik hoop dat we buiten zitten. Dit weekend gaan we naar de zee trouwens. Ik ga zondag naar zee. Want ik moet maandag ook iets shooten voor Calcedonia op het strand. En ze hadden zo een beach look. En aangezien dat ik ja, nu nog niet op vakantie ben, ja, dacht ik... shoot het gewoon aan zee. Dus dat is een beetje het plan. En morgen moet ik ook nog een video maken voor Zalando. Dus dat gaat ook nog gebeuren. Dus voilà, zo ziet mijn weekend er eigenlijk een beetje uit. Dus let's go! Oké, ik ben net toegekomen bij mijn papi. Hij gaat zo naar buiten komen. En ik ben heel benieuwd of dat ze me gaat doorhebben dat ik aan het filmen ben. Ik denk het niet.
Let's see. Dus ik heb wel een auto, ze er niet aan het rijden. Ja, ik heb een nieuwe auto. Nou, het is dat wat ik zie, hè. Nu is het nieuwe delen, maar. Ja. Ik heb die wapens weer in aanslag hier, Dirk. Ja, ja, we zijn aan het filmen. Is het waar? Je had dat niet door, hè? Nee, ja, die toch niet. Oké, maar wij moeten dus nog iets vertellen. Papi, zijn huis is verkocht. Ja, en wie zei er aan het babbelen? Maar ik ben tegen mijn camera aan het praten. Ah, tegen je camera. Ik weet dat het soms een eenzame job is, papi, maar ja, ik praat tegen de camera. Ah, wel, maar ik wou vertellen aan de kijkers dat je dus naar de zee verhuist, hè. Ah, ja, 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 ja. Ja, is leuk, hè. En ben je content? Ja, wel, natuurlijk. Zeker goed, hè. De zee is natuurlijk een toffe plek, hè. Ja. Allee, we zijn weg, hè. Lekkere mocktail voor papi. Gezondheid. Lekker. Oeh, la 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 la. Ik heb een lekker wit wijntje genomen. De tieners. We gaan ons eten net bestellen. En ik denk dat ik een carpaccio ga nemen van rundvlees. En nadien een penne arrabbiata. Omdat ik dat echt heel lekker vind. Maar ik weet, ik ben aan het twijfelen. De eeuwige twijfelaar op restaurant. Hi guys, goedemiddag. We zijn aan het wandelen naar het strand. Lekker aan het zeetje. We zijn gaan zonnen op het strand. Maar het werd toen echt zot kou en er is zoveel wind. Maar we gaan nu... dat we het dus hebben geskipt en we zijn nu aan het wandelen naar de Collins. We gaan sangria drinken. En we gaan sangria drinken. Ja. Ja, vanavond gaan we naar het Werftje. Dat is onze dag. Ja. Dat was het dan. Maar ik zit hier dus met superveel spullen, hoeden en zakken, omdat ik dat allemaal heb meegepakt om dus een foto mee te maken. Oh, gaan we een krokje eten? Oh ja. Oh, krokje met sangria, top lekker combo. Maar je matcht volledig met het interieur, het is hilarisch. Ja. Wandel eens even met je kleed. Kan toch niet. We hebben een zalig plekje in de zon. What the fuck, dit is zo genieten. Ja, we zijn en Louise heeft een croque monsieur besteld, ik ook. En we hebben een lekkere Pim's. Love it. Yes. Life couldn't be any better. Yeah. Ik heb wel terug twee koortsblazen, dat is fantastisch. Eentje boven en één beneden. Dat valt niet op. Maar eentje boven en één beneden is zo fout. Ik bedoel boven en op mijn lip en onder en op mijn lip. Good evening. Ik heb me net klaargemaakt om te gaan eten met Louise. Ik ga Louise zo meteen even oppikken bij haar thuis. En ja, ik ben goed verbrand. Ik had het eigenlijk daarnet pas door dat ik wel echt gebruind ben. Ja, het was echt heel warm. Oké, dus ja, dit is de outfit. Ik heb deze broek trouwens nieuw gekocht bij de Zara deze week en ik vind hem echt top. En vroeger had ik dus altijd de maat 36, maar ja, sinds kort zijn al mijn broeken te groot geworden en dan heb ik in deze een maat 34 besteld. En die past dus echt perfect nu. Dus ja, ik vind hem echt heel leuk, want het lijkt echt zo'n jeans van de Attico of zo. Daarom dat ik het net zo nice vind. Ik heb nieuwe sneakers trouwens van Prada. Deze zijn met groen. Ook echt heel erg cool, vind ik. En ik had dus nog een bon in een winkel, omdat mijn andere schoenen kapot waren. En dan heb ik deze sneakers gekozen. Mijn topje is van de Zara. En dan heb ik deze handtas erbij aan. En in de auto ligt nog mijn vestje van Prada, mijn kort. En dan ga ik dus ook erop aandoen. Dus ziezo, dan gaan we nu vertrekken. Een portie gornaal. Een portie garnaalpakketten met een hele kom frietjes. Ga je het opkrijgen, denk je? Ja, sowieso, hè. Good morning, guys. We zijn vandaag donderdag en ik ben aan de zee, want ik heb vandaag een heel coole shoot
met Louis Vuitton. En ik kijk er zo naar uit. Ik heb er echt veel zin in. En ik ben dan ook ja, mega happy dat Louis Vuitton deze campagne met mij wil shooten. Ja, het is er 9 uur. Ik heb een uurtje gereden vanochtend van Antwerpen. Ik ga mijn make-up laten doen. Ik heb iemand geboekt. Ik vind het altijd fijn voor shoots dat ik toch weet dat mijn make-up echt goed gedaan is. En om 10:30 komt iedereen hier toe van Tandem. Dat is dus een agency uit Brussel. Zij werken samen met Louis Vuitton. En ja, ik ben best excited, want dat is mijn eerste project met Louis Vuitton. Dus ik kijk er echt heel erg naar uit. Dus Louis Vuitton heeft eigenlijk een editie uitgebracht. Een handtas met knokken op. En dat gaan we dus vandaag hier shooten. Vandaar dat we ook de locatie knokken hebben gekozen, omdat het dus draait ook rond de handtas waar dat knokken op staat. Ze doen zo af en toe edities, ook met andere steden en zo, waar dat ze dus ook de namen op zetten op de handtassen. En ik vind dat altijd heel cool, want dat is dus ja, een limited edition van dit jaar. En ja, ik ben echt zo benieuwd. En ik ga nu beginnen aan mijn make-up. Ik heb door mijn lip blush trouwens deze week 2 koortsblazen gehad, dus ik hoop dat ik dat wel een beetje kan wegwerken. Maar het zijn nu zo wat kleine wondjes op mijn lip. Dus that's why. Tandem is dus eigenlijk een agency waarmee ik ook werk voor Dior trouwens. Dat wil ik ook nog even zeggen. En Messika ook. Daar zijn we nu ook mee in bespreking. En ja, daar heb ik praktisch ook al een samenwerking mee. Dus dat is heel fijn. En ja, ik heb een heel goed contact met hun. En het zijn allemaal super fijne mensen dat er werken ook. Dus ja, ik ben zeker op mijn gemak en zo. Als ik met hun werk. En dat is altijd heel, heel aangenaam. Dus I'm excited. En dan gaan we eraan beginnen. Oké, guys. Dit is de eerste look die we shooten. En ik hou van deze jumpsuit. Zo, zo cool. Echt waar. I love it. En dit wordt dus de look die we gaan filmen en shooten in de straatjes hier in Knokken. En dan hebben we ook nog een witte jurk, die ligt achter mij. En die gaan we nadien aandoen. En ja, kijk er keert eruit. Excited. We zijn vandaag vrijdag en ik ben hier vandaag op bureau, want ik ben aan het werk. Ik ben in het kantoor van mijn mama trouwens en ik werk heel veel vanuit hier eigenlijk, meestal altijd. Gisteren was mijn camera plat, dus ik kon mijn vlog niet meer beëindigen na de shoot. En ik had ook geen lader bij de hand, dus ik dacht ik ga nu even mijn vlog beëindigen. En de shoot is heel goed verlopen gisteren. Ik ben ook zo benieuwd om de resultaten te tonen aan jullie. En ik ga ook alles posten op mijn Instagram account. En ik hoop dat jullie vooral van deze vlog hebben genoten. En dan zie ik jullie over 2 weken terug met een nieuwe vlog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Tot over 2 weken. Bedankt voor het kijken. Bye bye! Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back.